Goedendag, je kijkt naar het weerbericht van woensdag 18 oktober van Weerplaza. Het was vandaag een vrij warme dag met 18 graden in het noordwesten van het land tot 20 in het zuiden. Vanavond zijn er eerst nog opklaringen en ligt de temperatuur rond 14 tot 17 graden. Er staat een zwakke wind vanuit het zuiden. Lokaal kan er een spatje regen of motregen vallen. Vannacht is het op veel plaatsen droog, klaart het op en is kans op mistbanken bij minimumtemperatuur van 10 graden en weinig wind. Morgen waait er ook een zuidelijke wind. De wind trekt aan in de loop van de dag naar matig, windkracht 3 tot 4. De zon schijnt vooral in het oosten eerst geregeld. Vanuit het westen neemt de bewolking toe en later op dag valt er wat regen of motregen. Vrijdag en in het weekend is het erg onbestendig. De wind trekt aan, vooral in het weekend waait het stormachtig aan zee. Het is vaak bewolkt en soms regent of motregent het. En de temperatuur gaat in de middag geleidelijk aan naar beneden naar 12 graden op zondagmiddag. Ik ben Diana Woei van Weerplaza.